Gelijkspel is een nieuwe cultuurstichting, een cultuurbedrijf, gevestigd hier in Almelo. Die zich gaat inzetten voor inclusie en diversiteit. En wij doen dat op basis van projecten. We maken televisieprogramma's, we maken concerten en ook een theaterspectakel. En het allereerste wat we gaan doen is een theaterconcert hier in het stadion. Ja, wanneer is dat theaterconcert? 9 en 10 juni op Erva Acito. Ja, en je hebt het over inclusie en diversiteit. Kan je even iets meer uitleggen wat het inhoudt voor de mensen in Almelo? Ja, nou ja, diversiteit, hè, dat is een feit, dat is een gegeven. Een divers Nederland. Allerlei soorten achtergronden, religies, culturen, gender. En inclusie is eigenlijk, hoe gaan we ermee om? En wij geloven vanuit Gelijkspel dat je met cultuurprojecten een bijdrage kan leveren, een motor kan zijn om die dialoog op gang te brengen om een inclusiever Nederland te worden. Juist, dat echt letterlijk zwart en wit door één deur kunnen. Ja, nou, het gaat verder dan dat hoor. Het is niet alleen zwart en wit, maar het gaat ook over leeftijden, het gaat over achtergronden, opvattingen, visie op leven, visie op mensen. En wij betrekken mensen, artiesten, die op die manier ook het verhaal uitdragen en daarmee ambassadeur zijn van Gelijkspel. Er zijn twee grote concertavonden in dit mooie stadion. Kan jij er iets over zeggen? Zeker. De 9e, dus de donderdag, trappen we af met Koorbazen. Als je dat niet kent, zoek dat maar op. Koorbazen, is echt te gek. En daarna Tabita, de boekpresentatie met die beroemde voetballer. En daarna hebben we Typhoon. En de avond daarna, dus op de vrijdag, hebben we ook weer Koorbazen. Komt Tabita ook weer. Niemand minder dan Stef Bos. En dan trappen we af met Karsu komt naar Almelo. Dat moet toch wel een geweldig feest worden? Ik denk dat het heel mooi wordt. Hoe kunnen mensen een kaartje bemachtigen om hier die avond erbij te zijn? En dan ga je naar de website www.gelijkspel.nu en dan klik je op het concert en dan kan je ook naar de tickets. En er zijn nog tickets voor de vrijdag en er zijn nog tickets voor de donderdag. Dus dat moet lukken? Dat gaat lukken. Ja, ik ga ervan uit dat al die Almeloers gewoon nu wel zin hebben in een feestje. Maar denk jij nou, hey, ik wil meedoen? Dat kan. Je kan vrijwilliger worden bij Gelijkspel, maar wat ook kan, is drummer worden. Dat betekent dat wij Dlomo's drumband gaan oprichten. Dlomo en McCone waren naast dat ze konden voetballen ook nog eens geweldige muzikanten. En daarom hebben we een soort tribute, een eerbetoon aan deze twee mannen met een drumband. Dus kan jij drummen? Meld je dan aan op www.gelijkspel.nu. En dan sta jij hier op 9 en 10 juni te spelen.